zijn net geland op Ibiza. Dat ligt daar. En we hebben de boot genomen naar Formentera. Het is een van de Balearen. Ik ken het helemaal niet. Ik ben eigenlijk ontzettend benieuwd wat we hier tegengekomen. Wel leuk dus. Formentera heeft geen vliegveld en is alleen per boot te bereiken. Groot voordeel is dat je daardoor nauwelijks last hebt van vliegverkeer. Lekker rustig dus. Dat is ook waar het kleine broertje van Ibiza onbekend staat. Rust, ruimte en zijn natuurlijke schoonheid. Wat je hier ziet en nog zometeen om het hoekje gaat zien, is het natuurgebied, beschermd natuurgebied, Ses Illetes. En kijk toch naar dat lekkere strandje en dat, oh, dat heerlijke water. Hier zie je ook nog de zoutpannen. Daar wordt vandaag de dag niet zoveel meer mee gedaan. Ze maken er vloeibaar zout van, wat veel gebruikt wordt om brood te maken. En als je even meekijkt om de hoek, dan zie je hier allerlei baaitjes. En elk baaitje heeft zijn eigen restaurantje. Dus een topdag kun je hier beleven. Zacht goudzand, kristalhelder water. De stranden van Formentera zijn een lust voor het oog. Je waant je soms echt in Caribisch gebied. Vanwege de beperkte oppervlakte van het eiland is er altijd een strandje in de buurt. En vrijwel allemaal dus voorzien van een restaurant. Op Formentera stikt het van de strandtenten, de een nog leuker dan de ander. En ik heb een tip voor je. Sa Plagetta op Playa Mejorn. Hier bestel je lokaal eten. Bijvoorbeeld deze salade met gedroogde vis en brood dat bijna een soort biscuit is geworden. En pulpo, inktvis. I like. Formentera is op verschillende manieren te ontdekken, maar steeds populairder wordt de elektrische fiets of mountainbike in mijn geval. Bartolo verzorgt al jaren fietstochten over het eiland en hij snapt wel waarom de fiets een vlucht heeft genomen. So Bartolo, why should we discover Formentera on the bike? Formentera e-bike tours está pensado para disfrutar de la isla, para conocer nuestras torres, nuestros acantilados, nuestros torrentes. Y hacerlo de una forma con e-bike y no cansarnos. Ah, muy bien. Leuk om te weten en echt een aanrader. Je kunt het eiland helemaal rondfietsen langs de rand. Een geweldige ervaring. Tenminste, als je geen last hebt van hoogtevrees. In de jaren 60 ontvluchten veel Amerikaanse tieners hun land omdat ze niet mee wilden vechten in de oorlog in Vietnam. Ze kwamen in Europa terecht, Ibiza en daarna in Formentera. En zo ontstond er hier een ware hippiecultuur, vrijheid, blijheid. Ook artiesten trok dat aan natuurlijk en Pink Floyd, de band Pink Floyd, kwam hier terecht. En de molen hier achter me, die nu een beetje afgebrokkeld is, fungeerde als decor voor hun albumhoes voor de filmmuziek More. Later kwamen er nog veel meer artiesten naar dit eiland. Freddie Mercury hield hier graag grote feesten. Bruce Springsteen kwam hier regelmatig, Julio Iglesias. Het werd echt wel een artiesteneiland. Hoewel tijden zijn veranderd en Formentera een modern eiland werd, heeft het nog steeds een vleugje van deze vrije geest behouden. Kunstenaars en vrije geesten weten hun weg ernaartoe nog steeds te vinden. Bijvoorbeeld op de hippiemarkt. Twee keer in de week vindt hier in El Pilar de la Mola een hippiemarkt plaats. Hartstikke leuk, allemaal eigen gemaakte spulletjes hier. Mijn meisje, jammer dat ze er niet bij is, die had het hartstikke leuk gevonden. Eén ding, klein tipje, als je nou komt, kom dan niet om 4:30 als het begint. Want dan is er eigenlijk nog niet zoveel te doen. Nu is er live muziek, er lopen allerlei mensen rond. Heel gezellig hier, leuk om te doen. Wil je uitgebreider winkelen, dan kun je terecht in de winkelstraat van hoofdstad San Francisco. Werp meteen een blik op de sobere, doch prachtige parochiekerk. Proost op het terras op het leven en zie tot slot de zon in de zee zakken. De zon is bijna onder en we maken ons hier op voor ons laatste avondje op Formentera. En wat een heerlijk en bijzonder eiland is het eigenlijk. Vooral als alle dagjes mensen weer terug zijn naar Ibiza, heb je het hele eiland voor jezelf alleen.
En wat maakt het nou zo bijzonder? Er is hier helemaal geen hoogbouw, overigens ook geen enkel verkeerslicht, maar wel lekkere stranden, mooie natuur, toffe horeca en accommodaties en vooral een heerlijke, relaxte vibe. Maar één ding, niet verder vertellen, hè?